zware nacht. Weinig slaap. Wel een goede bevalling. Jongens, ik hoop dat jullie van het filmpje genieten. Bedankt voor jullie steun, ook allemaal op Facebook en Insta. Alle berichtjes. Ik kon niet meteen overal op reageren. Want we hadden natuurlijk andere dingen te doen. Bij deze, de drachtvideo. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En zo ja of nee, reageer even onder de video. Vind ik leuk. Doet ons goed. Goeie mama, hè. We zijn zo aan het verzorgen. Dat is fijn. Ja. Dat is fijn. Goedemorgen. Het is zaterdag 8 mei en het loopt tegen 7 uur in de ochtend. Gisteren een klein beetje onrust bij Cleo waargenomen. Ze begon eindelijk een beetje met graven en in de werpkist. Maar qua temperatuur nog eigenlijk weinig verschil met haar normale temperatuur. Normaliter zie je nog wel eens dat de temperatuur dipt voor de bevalling. Volgens mij kan ik nog rustig werken. Ik ga er niet van uit dat het binnen nu en 3 uur vanmiddag begint. En als het dan al begint, dan duurt het nog een tijd. Dus laten we wel hopen dat het in de loop van vandaag begint. Oh ja. Bart is er wel, die kan het nog op zich nemen, maar maandag moet ik wel weer nachten werken. De vorige keer beviel ze precies tussen 2 van mijn nachtdiensten in. Maar ik hoop dat we nu wat meer tijd voor hebben. Maar ze deed het mooi vlot, daar gaan we nu ook voor. Waar ben je, Cleo? Zeg. Heb je een mooi holletje gemaakt? Had je een mooi holletje gemaakt? Hallo. Ja, dat is fijn. Het is vroeg in de ochtend om 9 mei, moederdag. Al die tijd wel mee in mijn hoofd gezeten. Officieel is er vandaag ook vanaf de tweede dekking op dag 63. Cleo is begonnen met de eerste fase. Ze is aan het hijgen. Met momenten. Je hoort haar niet meer niet. Bijna 3:30 in de ochtend. Ze ligt... even kijken. Hier ergens. Bij mijn voeten, ja. Dan hoor je die weer. Oh ja, je ziet een paar oren als je goed kijkt. Ze laat mij ook niet meer weggaan. Ze plakt echt de armen. Ze wil het liefst bij me zijn. Dus ik lig op de bank en Cleo ligt erbij. Leuk zo'n werpkist, maar een hond bepaalt echt wel zelf waar hij graag wil bevallen. Ik hoop dat ze straks toch voor de werpkist kiest. Nou, we gaan het zien. Nou, daar zitten we. Het is zondag 9 mei, 1:30 in de middag. En Cleo heeft nu toch echt weeën. Dus het is eindelijk zover. Nou maar afwachten wanneer de eerste zich aandient. Goed zo, meisje. Je doet het goed. Goed zo. Heel goed. Goed zo. Jongen, jongen, wat hield deze dame ons in spanning. We hadden eigenlijk al een paar uur geleden een pup verwacht. Maar het stagneerde iets. Maar eindelijk, tijdens het eten, dat je denkt, we gaan even lekker met z'n allen aan tafel. Komt mevrouw naar ons toe lopen, gaat voor mijn voeten zitten onder de tafel. En plop, een pup. Onze eerste dame van vandaag. Wat is hallo, dat hebben jullie het gezien? Is dat een babyhondje? Ja. Ja. Ik
Dat is mooi. He, dat is mooi. Leeuw is aan het likken. Ja, je mag er nog niet bij, jongen. Dan moet je nog even mee wachten. Dan moet je alleen kijken. En ze likt ook al. Ja, ze maakt haar helemaal schoon. Ja, maar we hebben ook handdoeken om mee schoon te maken. Hè? Kom maar, jongen. Papa. Heel goed. Goed zo. Kom op. Goed zo. Deze ligt in de stuif. Dus het is iets lastiger. Ja, dat speelt. Goed zo. Jongen, jongen. Wat een grote. Goed zo. Goed zo. Number 3. Goed zo, ja. Goed zo. Een stuk kleiner. Doe lekker ten. Goed zo. Moet je helpen? Kom op, goed zo. Ga door. Hoe staat hij? Dat is niet fijn. Goed ja, zo. Ja. Nummer 5 is net geboren. Hebben lang op moeten wachten, echt ruim 2 uur. Ik hoop dat de rest wat vlotter gaat. Beginnen zelf ook moeten worden. Zoveel hoeven we niet te doen. Cleo doet al het harde werk. Maar echt respect, ze doet het hartstikke goed. Af en toe even wat eten, drinken, extra's aanbieden. Even naar buiten, even plassen. En verder vooral nabijheid en rust. Goed zo. Goed zo. Kom op, meid. Goed zo. Goed zo. Jammer genoeg werd pup nummer 7 doodgeboren. Je ziet aan mijn reactie al dat ik direct zie dat het missenboel is. Ik heb nog mijn best gedaan, maar het heeft niet mogen baten. Helaas. Daarna stagneerde de bevalling en hebben we rond 7 uur actie ondernomen. Cleo was moe, ze had de hele nacht al hard moeten werken. We hebben de kinderen ondergebracht en zijn richting de dierenarts gegaan. Hier kreeg Cleo oxytocine, weeopwekkers, om de bevalling weer op gang te brengen. Het hielp en de pup diende zich aan in het geboortekanaal. De vruchtzak die knapte, we keken in de vulva en keken recht in de kop van de pup. Helaas kwam ze eerst de tijd nog niet verder en hebben we echt een helpende hand nodig gehad om haar verder te krijgen. De dierenarts en Bart gingen er al vanuit dat deze pup het niet zou halen. Maar ik bleef toch hoop houden. Ik zei, kom op, goede moed en we gaan het zien. En na echt, nou, tegen 9 uur was het, 9 uur dat deze pup geboren werd. En verdorie,
Ze bewoog meteen. Even een beetje ademspray en ja hoor. Meteen krachtig en meteen gaan drinken bij Cleo. Cleo ging liggen en was moe. Eenmaal thuis aangekomen, alle pups netjes in de werpkist bij Cleo. Cleo heeft lekker geslapen. Het gaat nu met iedereen supergoed. En ook met ons.